Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen en jongeren zich uitleven met de Grabbel- en Swappas. De Grabbelpas is voor 4 tot 11-jarigen, de Swappas voor 12 tot 17-jarigen. De jeugddienst van de stad Gent organiseert dagelijks verschillende activiteiten. Wij stimuleren onder andere ook kinderen en jongeren die niet deelnemen aan het bestaande aanbod, door middel van korte activiteiten te organiseren. Die activiteiten zijn creaspel, dat zijn uitstappen, culturele activiteiten. De Grabbel- en de Swappaswerking is ook laagdrempelig. Dat wil zeggen dat men zich kan inschrijven juist kort voor een activiteit, eventueel de dag zelf nog. Dat wil ook zeggen dat je je niet moet engageren voor een hele week of een hele zomer met alle activiteiten opnieuw. Voor een Grabbel- of Swappas betaal je 3 euro per jaar. De kostprijs van een activiteit varieert van 0 tot 12 euro. Zo kan je bijvoorbeeld naar Circus Velooien. Kinderen van 9 tot 11 jaar leren jong leren op een bal lopen en evenwichtsoefeningen als een ware circusartiest. Waarom doe je dat eigenlijk? Omdat het tof is en anders verveel ik me thuis. Mijn mama heeft mij ingeschreven zonder dat ik het wist. Omdat niet mijn mama zegt, ja, het gaat wel leuk gewoon als je het een paar keer doet en dan krijg je de vrienden. En, vind je het leuk? Tuurlijk. Voel je je meer geroepen om de kinderen te begeleiden? Wel, de jeugddienst is altijd op zoek naar gemotiveerde monitoren. Vanaf 16 jaar kan je eraan beginnen. De bedoeling dat ze meekrijgt in een verhaal is wel belangrijk, of in een spel. En vanaf dan, als dat lukt, ja, is het echt leuk als fantasie wat kunt bespelen. En gewoon enthousiast. Als je de reacties ziet dat de kinderen enthousiast zijn, ben ik ook blij. Op het einde van de dag ben ik wel moe, maar voldaan. Jongeren vanaf 14 jaar zijn moeilijker weg te krijgen van hun tv of pc. Daarom biedt de jeugddienst wat uitdagender activiteiten. In de zomervakantie kan je bijvoorbeeld naar een pretpark of gaan snowboarden. Of probeer maar eens een tandem in evenwicht te houden op weg naar domein Puienbroek in Wachtebeke. Waarom doe je daar eigenlijk aan mee? Ja, leuke activiteiten, leuke mensen leren kennen. Ik ken er redelijk veel mensen en zo, dus, ook een paar van mijn school. Ja, anders thuis, ik zal toch alleen maar wat op straat lopen en zo, en thuis niets doen. Omdat ik zeg van anders verveel ik me in de vakantie. Het zijn wel altijd leuke dingen die ze hebben en ook anders zit je toch maar thuis of zo niets te doen. Vanaf 1 juli starten de Grabbel- en Swappas-activiteiten. Check eens de website jeugd.gent.be of schrijf je in op de netlogpagina van Swappas Gent. Inschrijven kan vanaf 13 juli bij Gent Info op 09210 1010. Vanaf maandag 15 juni kan je terecht bij de jeugddienst in de Kammerstraat 10. Hier is nog onze agenda. Vanaf vrijdag kan je in Zwijnaarden naar de Zwijntjeskermis. Op 18 juni kan je naar het wijkdebat van de watersportbaan Ekkergem. Het Gentse stadsbestuur gaat zo langs elke Gentse wijk. En vanaf 19 juni start weer de jaarlijkse boekenverkoop van de Stedelijke Openbare Bibliotheek. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. De uitzending herbekijken kan op gent.be en heb je nog vragen? Bel naar Gent Info op 09210 1010. Tot de volgende Stadstv Gent.